even je armen zakken. Ja, oké. Okay. Weet je, tof je op voor de chemo. Kom maar een beetje rechtop zitten. Trilling van de stembanden. Ik was die twee, drie dagen, was ik echt even van het padje af. Dat kan me heel goed voorstellen. Ik denk... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik zal me even voorstellen, ik ben René. Hey. Ja. Dag René. Ik dacht vandaag, laat ik mijn pruik eens even opdoen. Renéetje op de heetste dag van de week. Nou, maar nu nog niet. En het is nog vroeg, want het is de dag van de derde chemo. Gisteren heb ik weer mijn maandelijkse eierstokkenprik gehad. Het wordt weer een flinke jackpot, want deze ochtend ga ik ook mijn tweede vaccinatie halen. Mijn spelde kussen. Ik heb er hier een, maar dan krijg ik er dadelijk waarschijnlijk daarheen. En dan eentje hier. Ah ja, maakt allemaal niet meer uit. En dat voor iemand die vroeger... Als ik een schaafwond had, tegen mijn moeder al riep, ik ga naar het ziekenhuis! Als de doods was ik. Ik ben nog nooit naar het ziekenhuis geweest. Nou, ik heb het wel genoeg gezien. Maar maakt niet uit, we gaan gewoon door. Ik ben blij dat ze er zijn. Dus we zijn nu onderweg naar Rijswijk, want daar ga ik mijn tweede vaccinatie halen. Hebben we dat ook weer achter de rug? Kunnen we dat ook weer afstrepen? Vanmiddag om 2:30, derde chemo! Even je armen zakken. Ja, oké. Okay. Nou, dat ging wel lekker snel. Ja, 5 tellen zeg ik altijd tegen de kinderen. Het brandt een beetje. Dankjewel. Zo, nou, de tweede vaccinatie zit erin. Check. Nu hebben we dus een ander ding. Want ik kom er dus net achter. Dat ik deze bril vind ik heel vet. En ik dacht, nou als ik nou want deze bril draag zonder haar, weet je wel, is gewoon fashionable. Is gewoon aandacht daartoe, tof. En meneer hiernaast mij die zegt, ja ik vind het gewoon, je lijkt een oude oma. Met die bril, als je kaal bent. Dat zei je. Jawel? Nee. Je zei net, je lijkt net een oude oma. Oud vrouwtje. Een oud, nee, dat is beter. Een oud vrouwtje. Dus, wat vinden jullie? Ik ga nu mijn pruik niet afdoen. Maar jullie hebben deze bril vaak genoeg gezien in de vlog hiervoor. Waarschijnlijk ben ik nou weer de lul. Nee, maar gewoon eerlijk. Ik moet nog wel even wennen aan het haar zo. Want dit is zo anders dan mijn eigen haar, zeg maar. En ja, dit is dus echt zoiets van, dan doe je er een klemmetje in. En dan glijdt het er zo uit. Maar in mijn haar blijft altijd alles zitten, zeg maar. Het is echt zo'n haar van, ja. Het is wel mooi, lekker zacht. Oh, vind je dat nou niet meer haar op, hè? Wat vind je? Ja. Vind je dat dan nu weer eigenlijk een beetje gek? Zo van, huh? Nee, niet gek. Nee, oké. Het is gewoon mooi. Ik ben weer oude René. Mooi. Het is gewoon mooi. Oh, goed. Goed. Zo, een schatje die heeft er goed voor me gezorgd. Een lekker scrambled eggie. En een gezonde smoothie. Ja, goed gevuld en krachtig de derde chemo ingaan, toch? Inderdaad. Hoe voel jij je? Afgezien van de hooikoorts, oké. Oké, we hebben gezellig... Gelukkig niet meer net zo nerveus als de eerste keer. Nee. En nou, gewoon heel veel leuke dingen in het vooruitzicht eigenlijk. Los van natuurlijk jouw kanker. En natuurlijk Turkije. Dan hebben we... Vrijdag een leuk interview bij Den Haag FM voor jou. Ja. Ja, verder gaat het allemaal wel een beetje op rolletjes. Het keukenblad en de wastafel is worden verzonden deze de eerste week van augustus. Dat is echt super spannend. Ja, ik wilde ook nog zeggen dat, dat ik in ieder geval van plan ben binnenkort een liedje op te nemen voor jullie. Maar dan moet echt mijn stem even hersteld zijn. Dus ik moet even... Dat hoesten en verkoudheid onder controle krijgen, want ik kan nu niet eens normaal praten bijna. Ik ben zo hees. Dus dat moet even onder controle komen en dan ga ik even een mooi nummertje voor jullie opnemen. We gaan nu lekker eventjes relaxen voor de derde chemo op de bank met, hoe heet hij, Ronald Goedemond? Ja. Even, ja, Ronald Goedemond. Gewoon even iets gezelligs. Zo, ik dacht, ik voel me goed. Dus ik ga me ook gewoon even goed kleden. Weet je,
tof je op voor de chemo. Het is toch voor iets goeds. Het is nu 1 uur voordat ik aan het infuus ga. En ik op de dag van de chemo, van de zware 4 chemo's, slik ik 2 soorten pillen. Dexamethason voor 4 dagen vanaf de dag van de chemo. En dan krijg je op de eerste dag 3 van die dexamethason en die andere 3 dagen 2. En om 8 uur 's ochtends en 1 uur voor de chemo moet ik op de dag van de chemo nog een extra doen. Moet ik hem niet laten vallen. Voordat de honden hem opeten. Dat is Akinzeo. En dat is volgens mij nog eentje, nog eens extra tegen de misselijkheid. Dus die slikken we graag natuurlijk. Dus die gaan we even innemen. Hatsaflatsie, weg ermee. Weg misselijkheid, kunnen we tegenaan. Ben je aan het eten? Hij wilde een broodje. Ik zei, wil je er wat op? Nee, hij wilde hem zo. En dat vind ik ook goed, vriend. Hi, schat. Hi. Hi. Hi, schatje. Ik wil het graag. Wat ga je doen? Jesse. Lois. Lois. Nou, dat ik haar op heb, doet hem dus helemaal niks. Dat is weer over van mij. Wat zie ik daar? Zit je daar in de tas? Ja. Moet je niet doen? Oh, wat een tranen. Tranen van geluk. Ik laat even mijn haren wapperen. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Oh, krouw. Yes, goed zo. Zo, we zijn weer thuis en er staat weer een hele mooie bos bloemen van mijn zus Laura en Danny. Mijn moeder heeft al in een mooie vaas gedaan, dus dit is gewoon een vaas, jongens. Cool, hè? Super lief. Love you. Ja, nou, we hebben eerst nog een half uur gepraat, omdat we 2 bekenden tegenkwamen. Dus dat was even gezellig, even leuk bijgekletst. En toen dachten we, oh jee, we moeten Jesse ophalen. Dus toen zijn we eigenlijk vanuit het ziekenhuis gelijk Jesse Silver op gaan halen. Zoals je hebt kunnen zien. En nu zijn we thuis. En het is nu 6:15. Dus ik ben alweer, ik was 4:30 klaar, hè? Ja. Ja, zo. Ik ben alweer bijna 2 uur thuis. En ik voel me eigenlijk nog hartstikke goed, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat het zo blijft. Ik was wel even mijn coronavaccinatie aan het opruimen en toen heb ik me schijnbaar opengehaald aan de kist. Ik was ineens aan het bloeden en ik weet niet waarvan. Dus of het was gewoon heel scherp, zo scherp dat ik het gewoon niet voelde. Hè? Of ik ben misschien gewoon ietsje gevoeliger geworden om sneller een sneetje of iets te krijgen. Anyway, we zijn wel wat gewend inmiddels. Alcoholtje erop, niet miepen nou, pleistertje erop. Die kan. Met. Onze zoon eet voor het eerst met mes en vork. Nu zeggen dat het gelijk helemaal goed gaat. Je zelf aan het zijn. Nee. Die leek niet. Het vork. Ja, dat is wel lekker. Ja, maar je moet niet zo. Goedemorgen allemaal. Dag na de tweede chemo. Derde chemo. Van derde chemo. Hoe gaat het? Eigenlijk wel goed. Ik merkte gisteravond eindelijk dat ik dacht, hey. Nee. Ik heb niet gehoest vanavond. Nee, dat ging inderdaad goed, hè? Ik denk, yes, het gaat eindelijk werken. Dus ik hoop dat ik ga nog even doorzetten. Ik echt even eroverheen ben, maar ik ben blij. Top. Ik ben een heel klein beetje hier zo. Stijve arm, maar het valt ook wel mee. Stijve arm. Ik dacht vannacht wel, toen werd ik even wakker. Toen dacht ik, oh, ik voel me wel heel zwaar. En toen dacht ik, mijn linkerarm omhoog. En dacht ik, oh ja, dat is zwaar leven. Ik blijf gewoon liggen, ik ga gewoon slapen. Ja. Ik ben wel moe, maar ik dacht, Sergio gaat eruit, want die gaat weer naar de KNO-arts. Dus ik ga nog even terug zeggen, dan ga ik even terug naar bed. Dat vind ik toch fijn. Dan kun jij nu even lekker liggen, hè?
Even het kleine wakker wordt. Ja, dat mag van de tv mee. Dus ja. Dus ik ga lekker naar Haarlem. Nou, we zijn er. Ik heb geen flauw idee waar ik moet zijn hier, want dit is nieuw. Daar ben ik nog nooit geweest. Ziet hij ook eens hoe het gaat? Oh, deze gaat via de neus. Die gaat via de neus. Kom maar een beetje rechtop zitten. Recording. Ja. Mag je op de hals zitten? Zet je daar meteen aan? Ja, top. Wat heb je idee. Zo. Nou, hier is het beeld van je strottenhoofd. Hier zit je strottenklepje. Hierachter zit de ingang van het slokdarm. Daar komen zo meteen je stembanden. Dan zie je eigenlijk een heel mooi symmetrisch trillend patroon. Dus qua stembanden ziet het er echt super rustig uit. Alleen wat je wel mooi ziet is dat hier, dit gebied is wat verdikter. En dat lijkt ook alsof je daar gewoon iets meer kracht moet zetten om dat netjes tegen elkaar aan te krijgen. Ja. Alsof er een soort bumper tussen zit. En dat is dat slokdarmgebiedje. Zullen we nog iets terugzetten voor dat? Dat is wel mooi zien. En is dat dan ook wat ze gezien hebben, waar het wat verdikt was? Nee, dat is, zit, zeg maar, dat zit nog verder. Maar dit is toch een gevolg maagzuur in je keel, is wat je ziet. En je ziet als die cellen naar elkaar toe gaan dat het gewoon even echt een soort bumpertje tussen zit. En normaal gesproken zitten die kraakbeentjes gewoon veel makkelijker op elkaar en trek je ze veel makkelijker uit, waardoor het minder kracht kost. Ja. En voor de rest, dus het stembandbeeld ziet er goed uit, alleen hier ziet het er net gewoon een beetje geïrriteerd uit. Maar het is veel minder rood, veel minder geïrriteerd dan dat het was. Dus je bent zeker op de goede weg, want de vorige keer was dit gewoon vurig en nu is het gewoon roze slijmvlies. Ja. Dus stap 1 is dat het minder rood is en stap 2 is dat die bumper minder gaat worden. Zo, inmiddels lekker thuis. Jesse is lekker aan het spelen. René voelt zich na de derde chemo verrassend goed. Daar zijn we echt heel blij mee. En de conclusie is dus, de maagzuurtabletten lijken te werken. Nog 29 dagen of zo heb ik nog. Daarna heb ik weer een belafspraak. Hij zag dat wat hij dus aanwees, die kraakbeentjes boven mijn stembanden een stuk minder geïrriteerd zijn dan de vorige keer. En dat er dus, wat hij al dacht, de stembanden, gewoon niks mis mee is. En dat is heel fijn om te horen, maar ook dubbel frustrerend, omdat ik natuurlijk al 5 jaar bezig ben met de zoektocht naar waarom doen mijn stembanden het niet. En mijn stembanden doen het dus gewoon prima. Dat is, de stembanden wel, maar de werking ervan niet. Oh, nee! Gooit hij gewoon dus de bellenblaas in het eten, drinken van de honden. Oké. Nou, dus we gaan verder met de pilletjes slikken. En hopelijk blijft de goede weg doorzetten. Zo, tussen de bedrijven door zijn we ook nog even een stukje badkamer verder gaan doen. Ja? Hoe is het nu? Wat dan? Vertel. Maak je verhaal af. We zijn minder ver gekomen dan we zouden willen. Want Sergio die moet zo werken. Die moest vanochtend dus naar de KNO-arts. En die moet dan dus zo werken. Dus nu hebben we ook nog heel veel over waar we niet van houden. Ja. We hebben nu die lijn en de achterste lijn vol. Zo, laatste dan. Het is niet anders. Het is nu 2:00. Goedemorgen, het is vandaag 23 juli, 2 dagen na de derde chemo. Ik moet zeggen dat ik een beetje moe ben vandaag. Maar ik heb gisteren dan ook eigenlijk misschien iets te veel gedaan. Ik heb nog wat geholpen in de badkamer met tegelen. Toen dacht ik, laat ik even het huishouden gaan doen. Stofzuigen heel het huis, gaan me schoonmaken en zo. Dus dat was misschien een beetje te veel. En vannacht toch wat meer last gehad van de bijwerkingen van de dexamethason, dus een rood hoofd, een beetje opvliegers, hartkloppingen. Dat hoort er, dat zijn de bijwerkingen die erbij komen kijken, waardoor je natuurlijk ook weer wat slechter slaapt.
Maar goed, ik heb wel iets heel leuks nu. Ik ga namelijk naar Den Haag FM. Naar de show Haags Bakkie met Nicolette Krul, als ik het goed zeg. En dan gaan we het hebben over de rollercoaster waar ik helaas in zit. En natuurlijk jullie, de vlog. En mijn lieve volgers. Dus ik ga nu snel de fiets pakken. En dan gaan we daarheen. Let's go! Het was even zoeken, maar we zijn er. Op het Spui Bibliotheek. Dat moet betaald worden, Jacco. Hey, we gaan het zo meteen hebben over jouw vlogs natuurlijk. En we gaan het eigenlijk een beetje over jouw verhaal hebben. Waarom je erover vlogt, waarom je je verhaal... Yes. Een vlogcamera en die is van René van Ginkel. René, goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal met de camera inderdaad. Ja. Staan we goed? We staan er helemaal goed op. Ja, jij helaas niet, maar we hebben een andere camera. Ja, we hebben andere camera's inderdaad. Maar dat is wel een beetje een ding, hè. Als je aan het vloggen bent, want wat ben jij, een vlogger. Ja. Dan moet je echt dat ding de hele tijd meenemen, overal naartoe. Ja, je moet er bewust van zijn, hè. Dat is, we vergeten hem ook nog wel eens. En dan denk je, nou, wat zonde. Waarom? Zonde weer, ja. Want ik heb ook wel eens nagedacht, want mensen zeiden dat dan wel eens tegen mij, hè, van ik heb heel veel televisiewerk gedaan. Nee, je moet richting online en dan moet je gaan vloggen. Ik denk, ja, ik zie het helemaal niet zitten om even met zo'n camera rond te lopen en mezelf te filmen. Maar volgens mij is dat ook gewoon een knop die je moet omschakelen. Ja, je moet wel een beetje scheid krijgen. Ja. Maar zit er nog een beetje op de grens, hoor. Dat je soms denkt, nou, dan lopen de mensen achter, even wachten, weet je. Ja, maar, dat wel. Ja, je moet natuurlijk ook met de edit wel veel rekening houden. Dat je ook weer niet te veel mensen, andere mensen erop hebt zitten. Ja. Maar, is wat privacy, hè, natuurlijk. Ja, precies. Dus er komt best wel veel bij kijken. Ook dat je moet opletten dat er niet te veel muziek op de achtergrond zit. Dan krijg je daar weer een strijk van. Ja, ja. Er komt inderdaad best wel veel bij kijken. Ja, iedereen die denkt dat het heel erg makkelijk is, gewoon hup die camera meenemen, dat is eigenlijk niet het geval. Nee, inderdaad. Nee, heb je ook wel eens van die momenten dat je er dan even helemaal niet mee bezig bent en dat je achteraf denkt, oh, dit is echt zo zonde, ik ga even terug. Ja, nou inderdaad. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig wel natuurlijk de telefoon die aan je gekleefd zit. Dus dan als je echt een moment hebt, dan kan je nog wel denken van nou, dan filmen we het daar even mee. En dan ja, is misschien de kwaliteit net even wat anders, maar dan heb je het toch wel vastgelegd. Ja, ja. Nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Over hoe je bent begonnen met vloggen, waarom je vlogt. Je vlogt ook nog eens een keer over een onderwerp die nou ja, jou... die heel dichtbij staat en nou heel pittig is, lijkt mij. En omdat je daarmee bezig bent, maar ook om daar nog eens een keer over te vertellen. Maar goed, je krijgt wel heel veel reacties erop. Het is ongelooflijk. René, samen met jouw vriend Sergio vlog jij eigenlijk over jullie leven. Wat ik al zei, je bent van origine ben je zangeres en trompetist, maar dat ligt dus nu heel eventjes stil. Ja. En dat heeft eigenlijk alles te maken met je ziekte waar je nu mee moet dealen. Ja. Jij hebt namelijk borstkanker. Ja. Om maar even zo... Ja. Met zo de deur in huis gewoon te vallen, want ja, dat is wel het geval. Ja. Maar jij, nou ja, jullie hebben eigenlijk besloten, want jullie vloggen over het leven. En het leven gaat nu eventjes op dit moment over jouw ziekte, over het feit dat jij borstkanker hebt. Ja. En jullie hebben besloten om daar eigenlijk de vlogs nou ja, over te maken. Ja. En dat slaat gigantisch aan, René. Ja, ja, ik helaas moet ik zeggen dat er toch heel veel mensen zijn die er ook mee te kampen hebben. Of hebben gehad, of net in dezelfde fase zitten. Ik krijg ook via Insta krijg ik natuurlijk ook af en toe privéberichten. Is van, goh, ja, ik zit net 2 dagen voor jou, een week na jou. En ook jonge mensen. En je hoort toch heel vaak, hè, want volgens mij zijn de mammografieën zijn vaak vanaf 50, als ik het goed heb. Maar je ziet toch ook echt veel mensen die ik ook in mijn omgeving heb. Ik ben nu 31 geworden, 22 juni. Dus ja, helaas komt het toch ook veel vroeger voor. Ja, zo'n hoe zeg je dat nog even? Een mammografie. Dat was hem inderdaad. Ja, zo'n platdrukker van je tiet. Ik heb hem één keer heb ik hem zelf gehad. Het is echt denk ik een van de meest pijnlijke onderzoeken vind ik. Want je borst wordt zo plat gedrukt. Nou, het doet gewoon echt zeer. Want er zitten dingen in je borst zoals klieren. Ja, precies. Nou ja, het gekke is dat dat dus heel erg verschilt. Want ik heb er dus totaal geen last van gehad. En ik heb dus 8 tumoren in mijn borst. Nou moet ik wel zeggen, ik zit in het Haga op het Leienburg en daar schijnen ze al een wat lievere variant te hebben. Oh, dat is wel heel erg. Dus misschien een tip voor de mensen die uit Den Haag en omstreken, dat die al wat liever is. Dan vloggen jullie over jullie hele leven. Ja. En dan komt ineens nou ja, eigenlijk de boodschap dat jij kanker hebt, borstkanker hebt. Ja. Je zei het al, 8 tumoren, dat is niet misselijk. Nee. Wanneer kwam het moment dat je dacht, ja weet je, ik vlog al over mijn leven, dit moet er ook bij?
Nou, omdat het is ook een beetje therapie voor mezelf natuurlijk. En je ziet toch dat er veel mensen zich ook op aansluiten en er ook veel kracht uit halen. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik heb gezegd, ja, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. En toevallig begin dit jaar had ik ook al een schrik te pakken, want toen kreeg ik een slecht uitstrijkje van mijn baarmoederhalskanker. Test. Ja. En mijn zus heeft baarmoederhalskanker gehad, dus toen stortte mijn wereld ook al in. Ja. Uiteindelijk bleek dat SYN 3 te zijn, dus dat is de laatste stadium voordat het kanker zou worden. Dus daar heb ik een lissexcissie voor gehad, dat er iets uitgehaald moest worden. En toen was ik eigenlijk heel opgelucht van, dat is achter de rug. En ja, niet veel later voelde ik een grote schijf boven in mijn borst. En ja, ik vertrouwde toch niet, stel toch een beetje uit. Ja. Toen ging ik naar de huisarts. En ja, die dacht eigenlijk aan een kiste, ook gezien mijn leeftijd. Dus die heeft me wel natuurlijk doorgestuurd, want ook met een kiste moet wat gebeuren. En toen kreeg ik eerst een echografie en daarna zou ik een mammografie krijgen. Ja, toen lag ik daar. En ja, je kan bij de echografie kan je meekijken op het scherm. En toen zag ik hem al een paar zwarte vlekken opmeten. Dus dan denk je al, wat doet hij daar? Dat is niet goed. En is dit nog steeds dezelfde zwarte vlek of zijn dit er meerdere? En toen zei hij, nou, je gaat zo naar de mammografie, maar daarna wil ik je zien, want ik wil nog een biop doen gelijk. Ja, en hij mocht niks zeggen. En hij deed het onder de noemer dat hij het niet kon zeggen. Maar ik kwam thuis en ik zeg, het is niet goed. Voelde je dat al gelijk aan? Gewoon de manier, ja, de arts is ook heel moeilijk voor natuurlijk. Ja. En de radioloog, van, ja, die ziet het natuurlijk gelijk. Ja, dat is onzin dat ze het niet weten. Maar ze mogen het niet zeggen. Nee, en het zijn mensen van vlees en bloed met emoties. Precies, dus het was ook van, nou, veel succes en hij ging weer. En toen werd ik 's avonds gebeld door mijn huisarts. En die was degene die mij het slechte nieuws ging brengen. Hij had gehoopt dat ik het al gehoord had, maar hij was degene die het ging vertellen. Hij zegt, ja, het is niet goed. En ik was de tweede in zijn 25-jarige carrière waar dit bij voorkwam. Nou, toen heeft hij natuurlijk wel geprobeerd mij gelijk moed in te spreken. Van, ze kunnen tegenwoordig heel veel, maar ga ervan uit, je krijgt de hele molen. Dat wordt chemo, amputatie. Hij bereidde me wel gelijk voor. Ja. En ja, en dan ga je de molen in. Ja, ik was die twee, drie dagen, was ik echt even van het padje af. Dat kan me heel goed voorstellen. Ik denk dat je dan ook niet gelijk erop zit te wachten om die camera erbij te pakken en dan je verhaal te delen. Maar uiteindelijk heb je wel die stap gemaakt. Ja. Waarom? Ja, zoals ik al zeg, dit hoort nou eenmaal bij het leven. En ik hoopte daar toch ook steun uit te krijgen, zeg maar. En, net zoals dat er met toen ik mijn bevalling vlogde bijvoorbeeld. Er zijn mensen die daar naar zoeken, die daar behoefte aan hebben. Die zitten in een bepaalde levensfase. En die zoeken ook naar houvast. Het eerste wat ik deed was ook opzoeken. Ja. En nou ja, dat heb ik dus wel bemerkt. Dat mensen echt ontzettend met je meeleven. En dat doet gewoon heel goed. En veel mensen die gelukkig of het hebben gehad, maar wel met een goed verhaal van ik ben er nog. Ja, dat wil je ook natuurlijk. Ja, graag. Is het ergens ook nog wel een taboe of zo? Want je zegt het echt even zo tussen neus en lippen door, chemo's, bestralingen, amputatie. Ja. Ik voel bijna mijn eigen borsten. Dat ik, maar is het ook een soort van taboe dat er gewoon nog niet heel veel zo open wordt gesproken? Ja, misschien wel. Ik hoor toch ook wel veel over me, om me heen, hè, dat mensen ook met het haar dat uitvalt natuurlijk. Ik wil niet dat mensen zien dat ik ziek ben. En ik wil niet dat te veel aandacht daarop krijgen. Want het is natuurlijk wel zo, en dat hebben we ook wel bemerkt, en Sergio ook, mijn man. Het gaat alleen maar daarover. Ja. En dat is ook wat je bent ook beledigd als het niet zo is, laat ik het maar even zo zeggen. Hè? Dan, want ik bedoel, je wil ook dat mensen vragen hoe het met je gaat. Dus je wil ook niet dat ze het een beetje zo achterwege laten. Maar het is ook heel fijn om, als je je goed voelt, om gewoon even een moment te hebben van, vandaag voel ik me even weer normaal. En misschien dat ook dan gelijk met de wereld willen delen. Ja. Ja, precies. Ik had een goede dag. Ik had een goede dag en die zijn er ook. Ja. En ik heb gevlogd dat mijn haar eraf ging, wat natuurlijk echt een heel groot ding is voor vooral vrouwen, maar ook mannen is het een heel ding natuurlijk. Ja, en daar had ik echt wel van bedacht, oké, ik had het uitgestippeld. Ik dacht,
als het uit begint te vallen, en dat was echt van de een op andere dag, had ik ineens hele borstels vol, dus dat was heel gek. Ik dacht, voordat ik de volgende chemo inga, ik wil me goed voelen als ik mijn haar eraf haal. Precies. Want dan ben ik daar sterk in en dan kan ik dit aan. En dan is het misschien ook je eigen keuze geweest. Ja. Ja, en ik heb besloten, dus op een gegeven moment toen dat zover was, want de verpleegkundige zei, nou ga er maar vanuit voor de derde chemo, is het helemaal uitgevallen. Toen dacht ik, oké, dat wil ik niet. Toen heb ik gezegd, we gaan nu naar de haarwerkstudio. Ik ga mijn zoontje ophalen van 2. En we zijn daar naartoe gereden. En ik heb mijn zoontje laten helpen met mijn haar afscheren. Omdat ik gewoon wilde, niet dat hij zich heel er bewust van is, maar ik wilde niet dat hij ineens een mama had zonder haar. Dus ik wilde hem daarin meenemen. In dat hele proces. Ja. Ja. En er gewoon een beetje iets leuks van te maken. René, je komt echt over als een hele sterke vrouw die zich ook heel goed kan verwoorden. Die ook heel krachtig in het leven staat, ondanks al je uitdagingen die je nu tegemoet moet hebben. Is dat ook zo? Of sterkt het ook jou om nu erover te vloggen en er zoveel over te praten? Nou, ik denk dat praten sowieso helpt. En dat is ook therapeutisch aan het vloggen. Je hebt het er wel over. En mensen, ik probeer zover ik kan iedereen te beantwoorden die mij een comment geeft op de vlogs. Dus dat is ook een vorm van therapie. Een beetje anders dan de psycholoog. Ja. En ik denk dat dat mij wel sterkt. Ja. Welke kant gaat het op, René? In het proces bedoel je? Ja, maar ook weer met je vlogs. Welke kant gaat het op? Ik bedoel, blijf je hier wekelijks over vloggen? Ja. Ga je hier mee? Is het de bedoeling dat er misschien andere vrouwen zich kunnen aansluiten? Of dat er een dialoog ontstaat? Welke kant gaan we op? Nou ja, zeker. Ik hoop dat er heel veel mensen steun kunnen krijgen uit mijn vlogs. En als ze willen praten en dat ze daar een reactie op krijgen. En ook de mensen die weer reageren, ze kunnen met elkaar ook praten. En dat vind ik gewoon geweldig. En zover ik kan blijven we echt wekelijks vloggen. En ik heb natuurlijk Sergio ook, dus als ik te moe ben dan doet hij het. Pakt hij het over, ja. Ja, want we doen het eigenlijk samen, alleen nu gaat het even heel veel over mij. Vindt hij dat lastig of niet? Nee, want het is natuurlijk ook, we laten ook zijn kant zien, hoe hij erin staat. Want dat is ook heel belangrijk en mag ook niet vergeten worden. Hij heeft ineens een vrouw die, we hebben altijd gezegd, als we het over haar hadden, nee, ik wil niet dat je kort haar hebt hoor. Nee, lekker pittig kort, daar ben ik niet van. En nu, ja, heel mijn haar moet eraf. Ja, en heeft hij ineens een kale vrouw. En nou, gelukkig zegt iedereen van, nou, je hebt echt het hoofd ervoor. Dus dat voelt me al wat vrijer om er gewoon mee naar buiten te gaan, want... Ja, zeker. We zitten nu nog in de zomer. Het kan best warm zijn. En heb ik gewoon niet altijd zin in zo'n pruik. Ik heb een hele mooie, moet ik zeggen. Maar denk ik van ja, zo vind ik het ook wel goed. Ja, nou ik moet ook zeggen, je ziet er prachtig uit. Ook zonder pruik. Je had er net ook een ontzettende mooie hoed had je op. Ja. René, heel jouw verhaal en jouw proces is te volgen via de vlog. Sergio en René heet hij. Ja. Dus je kan het gewoon via YouTube bij het opzoeken. Zeker. Ik wilde nog wel heel even zeggen tot slot. Ik denk dat het jou ook sterk is dat wij een heel lief mailtje hadden gekregen. Namelijk van jouw man. Ja. En die zei van ik wil gewoon heel graag haar de kans geven. Om nou en even in het zonnetje gezet worden. Maar dat ze ook de verhaal kan delen. Dat iedereen weet dat wij dit aan het maken zijn. Ja. Dat we aan het vloggen zijn. En dat er in ieder geval iemand is waarmee je nou kan praten over dit soort onderwerpen. Zeker, absoluut. Ja, je hebt een lieve vent. Ja, ik kan zou niet anders zeggen. Ja, echt. Ik zou niet anders willen delen dan met hem. René. Zo, het is inmiddels 2:30. Ik ben weer thuis. Ik was na het interview nog even een bakje gaan doen met mijn vriendin. Die toevallig werkt in de bibliotheek waar Den Haag FM nu zit. Ik was gewoon een beetje moe vandaag. Maar nu ben ik echt kapot. Mijn schoonmoeder die zit lekker op mijn tuin vanuit Tilburg hierheen gekomen. Maar ik heb gezegd, ik moet nu echt even gaan rusten. Ik ben echt heel erg moe. Ik heb net nog eventjes snel de vlog gemaakt. Ik heb wat aardbeidjes gepakt. Eventjes wat lekker fruitje naar binnen. Theetje. En dan ga ik even rusten. Netflixje aan op de achtergrond. En misschien ook even mijn ogen sluiten. Want die tijd moet je ook even pakken als het nodig is. When I'm with you, no, no.